Ik heb lekker geslapen. Maar nu eerst een lekkere boterham met pindakaas. En dan zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur van Bert Wasbeer. Dit is het woud Wintergroen. Vredig, rustig en sereen. Totdat Bert Wasbeer wakker wordt. Gelukkig maar dat zijn vrienden altijd voor hem klaarstaan. Het leven voor de wasbeertjes zou er een stuk makkelijker zijn zonder Cyril Snow. En Cyril's leven zou een stuk makkelijker zijn zonder de raccoons. Cyril Snow op Freya's platvoeten. Oh, de pers! Wat zalig dat u er bent. En wat een prachtige opkomst, Lady Badabade. Ja, vindt u ook niet? Maar zo weinig huwbare mannen als u me volgen kunt. Grapje natuurlijk. Ja. Oh, daar is Penelope Bagno. Waar heeft ze die monsterlijke hoed vandaan? Oh, Penelope, waar heb jij dat hoedje vandaan? Mevrouw Penelope Bagno droeg een monsterlijke hoed. Echt? Nou ja, laat ik maar eens kijken of de dames nog wat te roddelen hebben. Misschien hoor ik wel de laatste nieuwtjes. Goed, Bert, dan maak ik nog wat plaatjes. Hey makker, is hier ook pindakaas? Leuk feest, geen pindakaas. Wat stelt dat nou voor zonder pindakaas? Zo'n stom feest heb ik nog nooit meegemaakt. Je kan zeggen wat je wil. Het blijft de moeite waard, Munt. En toch speel je met vuur als je je te snel laat gaan. Op een gegeven moment moet je er toch aan. Ik denk dat we er wel uitkomen. We zijn voor elkaar geschapen. En wanneer ga je het voorstellen? Morgen! Wel, veel succes dan, meneer. Oh, meneer Snow en meneer Munt. Mijn twee favoriete mannen. Waar hebben jullie het over? Maar waarover zouden wij het moeten hebben? Over uw charme en grote schoonheid natuurlijk. Schoonheid, ja. Oeh, no. Met vleierij komt u een heel eind. En wie vraagt mij ten dans? Cyril Snow. Ga trouwen? Cyril? Nee, daar is hij niet het type voor. Arme man, je speelt met vuur, Snow. En jij zal je vingers branden. Laten we er snel eens intiem over spreken. Wij zijn een uniek paar, wij samen. En we moesten maar eens een verbond sluiten. Getekend CS. Heb je dat? Oh ja, baas. Stuur het meteen naar Dick Bill. Dit wordt een zakendeal van de eeuw. Als Dick Bill mijn voorstel leest, springt hij in mijn armen. Wat denkt die munt wel met vuur spelen? Oh, en als je dan toch bezig bent, geef deze brief aan Lady Baden-Baden. Een bedankbriefje voor het feest van gisteren. Geen probleem, baas. Waar zit Cedric? Waar hangt die vanochtend uit? Er moet gewerkt worden. In de keuken, baas. Het ruikt of de baas een vieze teennagel zit te knippen. Kijk nou wat je doet.
Oh, laten we ze maar meteen wegbrengen. Cedric, wat sta je nou weer te doen? Oh, hi pap. Ik bak een taart. Voor de jaarlijkse grote aardvarkenbraderie. Aan de moeders van onze jonge leden. Wederom vragen wij u iets te bakken voor de braderie die dit jaar... Zal ik je helpen, jongen? Nee, pap. Het gaat best zo. Misschien zou ik iemand kunnen huren om dit voor je te doen of zo. Nee, ik vind het wel geinig werk. Waarom ga je geen mooie taart kopen? Nee, dat is niet half zo leuk. Wil je dat ik met jou meega naar de braderie? Nee, hoeft niet hoor, pap. Ik weet toch dat je er niet van houdt. Nou, dan koop je deze taart voor mij. En probeer wat af te dingen. Tuurlijk, pap. Ja, nou. En zo gauw je klaar bent, snel naar boven en sommetjes bakken. Doe ik, pap. Ik ben alleen maar een vader. Ja? Hier is een brief van Cyril Snauw. Oh, wat enig. Dank je. Je kan gaan. Dag. Je kan gaan. Tata. Nou, laten we deze maar naar Dikbeel brengen. En we moesten maar eens een verbond sluiten. Hemeltje lief, wat overkomt mij, Ik weet het niet, Melissa. Die roddelrubriek lukt niet er. Sophia had het vast en zeker veel beter gedaan. Het wordt vast wel goed, Bert. Het gaat erom hoe je het schrijft. Weet je, ik dacht op het feest eventjes dat ik een echt nieuwtje had. Ik dacht dat Cyril Snauw het over trouwen had. Dat zou inderdaad de goeie zijn geweest. Goedemorgen. Is het niet een heerlijke dag vandaag? Ja, wat u zegt. Ik zou graag een heel bijzonder bericht in uw enige blaadje opgenomen willen zien. Natuurlijk, Badebade. Wat voor een berichtje? Ik wil dat gans het woud wintergroen hoort van mijn voorgenomen huwelijk met mijzelf en meneer Cyril Snauw. Ik begrijp niet waarom Dikbeel niet teruggebeld heeft. Jullie hebben het voorstel toch gebracht, toch, poestijsnitzels? Wees en waarachtig hoor, baas. Aangebeld en alles, baas. Oh, wacht, baas. Er komt net iets binnen, zie ik. Van Dikbeel aan Snauw. Stop. Kan me niks van een feestje herinneren. Stop. Kom maar eens langs. Stop. Feestje? Waar heeft die mottige miljonair het over? Pap, Lady Baden-Baden is hier voor u. Je ziet toch dat ik bezig ben? Zeg maar dat ze terugkomt als ik er niet ben. Dan neemt ze geen genoegen mee, pap. Oh, Cyril. Ja. Ik neem het aan. Ik wil. Dat is aardig. Wat wilt u? Oh, jij malle lieverd die je bent. Je huwelijksaanzoek natuurlijk. Wat? Maar we moeten zoveel regelen en allemaal snel. Mijn jurk en de vingerdoekjes en de onderzetters. Jullie hebben de brieven verwisseld, hè? Pap, trouwen? De hele... Cedric, wacht! En je moet me nou je huis laten zien, Cyril. En bijvoorbeeld ook het andere personeel. Wat een fantastisch verhaal! Ik kan het nog niet geloven. Ik vind het zo romantisch. Hey, van harte, jongen. Ik zal je blij zijn. Gefeliciteerd. Het is zo fijn. Alsjeblieft, Cedric. Hier is het eerste exemplaar, speciaal voor jou, als een aandenken. Dank je, Bert.
Kan ik je spreken? Alleen? Hè? Oh, natuurlijk, Cedric, ouwe makker. Oh, Cyril. Hier doet een vrouwenhand wonderen. Hoe heb jij het hier zo lang kunnen uithouden? Het wint wel. Oh, we worden zo'n goed koppel samen, Cyril. Je hebt gelijk dat we verbonden moeten worden. We zullen zo intens van elkaar genieten. Oh, en Cyril, als je die zwijnen hier per se wilt hebben, doe dan wat aan hun kleding, ja? Mijn personeel draagt strikjes. Oh! Ik dacht persoonlijk voor jullie meer aan stropjes van hennep worstenpootjes. Zorg dat dat voorstel bij de goede dikbel komt. Ja, baas. Ja, baas. En nou moet ik Cedric vinden en hem de hele vergissing uitleggen. Cedric, bedoel je dat je vader je nooit niks heeft verteld dat hij wou gaan trouwen? Niks. Nou, dan is hij het vast en zeker vergeten. Dat denk ik niet, Bert. Misschien was hij bang voor mijn mening. Dat hij dacht dat ik het niet wou. Nou, Maar dat is zo egoïstisch. Pap is te lang alleen gebleven. Hij heeft iemand nodig om te praten. Een makkertje. Nooit gerealiseerd dat pap zo eenzaam was. Cedric, mijn jongen. Pap? Ik was je overal aan het zoeken. Waarom overal? Ik zit toch altijd hier? We moeten praten. Alleen. Ik zie je nog wel, Cedric. Jongen, over die baden. Gefeliciteerd, pap. Ik ben erg blij voor je. Echt? Echt waar? Tuurlijk. Wat heerlijk voor je om weer een vrouw te hebben. En dan heb ik weer een moeder. Oh, nou, fijn. Slik. In everybody's life, just once. Hopefully twice. Someone will write you a song. In everybody's life, just once. Hope for it twice. Someone like you comes along and gets me singing all through the night when you're singing. I hold you so tight when you're singing. You make it so right that someone like you comes along. Waar ben ik aan begonnen? Jongen, Lady Badenbaden is meteen vast begonnen. Jongen, wat kek zeg. Doe maar, lach maar. Wie is daar? We hebben wat huwelijkscadeautjes voor u. Ik fris het huis eens een beetje op. Wat zeg je ervan? Nou, het is wel... een beetje roze. Wat nou? Nog meer onderzitters? Gefeliciteerd, meneer Snauw. Wij wensen u veel geluk. Zal ik nodig hebben? Hè? Zo, dat lijkt al veel beter. Ja... Dank u. En wanneer is de bruiloft? Nooit, als het aan mij ligt. Oh, lieve meneer Munt, wat bedoelt u daarmee? Oh, Lady Baby, ik heb mijn gevoel ons lang genoeg verborgen. Ik bemin u en ik wil u de mijne maken. Echt waar? Geweldig! Huh? Ik bedoel, dat is geweldig sneu voor je, want ze trouwt met mij. Munt, in dat geval, meneer Snauw, daag ik u uit tot een eerlijke tweekamp. Om de hand van Lady Badenbaden. Oh. Afgesproken. U ziet er prachtig uit, met wie u ook trouwt.
Oh, wat heerlijk romantisch. En dat meneer Munt u ook al die jaren rozen stuurde. En ik wist maar nooit van wie ze kwamen. Ik dacht altijd dat het een attentie van de bloemenwinkel hier was. Had hij het maar gezegd. Wie hoopt u dat er wint? Oh, dat is zo moeilijk. Meneer Munt is zo... Begrijp je? En meneer Snow is zo... Nou... Ja... Begrijp je? Jazeker. We moeten de baas omzien te praten, hoor. Dit is erger dan de dood. Oh, maar wat moeten we doen? Een beroep op zijn intelligentie? Nou, die ring alleen al, baas. Minstens een ton voor een beetje ring. Kijk eens, wat een leuke huwelijksreis, baas. Alles inclusief. 1 week met fruitschaal en al. En het kost maar 20.000 gulden. Een droomreis naar Hamlapia. En zo'n receptie is ook heel duur. En ze krijgen natuurlijk de helft van uw hele kapitaal. Stop! 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 Dat is genoeg! Laat het dan komen, baas. En zeg dat u zich vergist heeft. Dat kan toch? Ja, wat? Meneer Digbill, die een zeer goede vriend van Lady Baden-Baden is, laat weten dat wat hem betreft u met haar mag trouwen. Bedankt. Diep geroerd. Meneer Digbill zegt verder dat, hoewel u een armzalig soort echtgenoot zal zijn, meneer Munt helemaal onverteerbaar zou wezen. Tot op mijn ziel geraakt. Meneer Digbill zegt dat het hierop neerkomt. Geen huwelijk, geen fusie. Trouwens, nou. Waar zei je ook weer dat die huwelijksreis heen ging, hè? Waarom moeten dit soort dingen altijd zo belachelijk vroeg? Dat hoort zo. En aangezien ik de kamprechter ben, hou ik me strikt aan de regels. Men kan kiezen uit 3 spelen. Te land, te zee of in de lucht. Lady Baden-Baden, wilt u de loting verrichten? Te water? Oh, dat klinkt zo opwendend. Ha, mijn element, mevrouw. Ik zal zegewereld weerkeren. De eerste die hier terugkeert met de wintergroense parel is de winnaar. Mijn heren, ik wens u heel veel succes. Succes, pap. Oh, zijn ze niet prachtig? Pap moet wel heel veel van Lady Baden-Baden houden. Hij kan niet eens zwemmen. Ze blijven wel heel erg lang onder. Dit is onze laatste kans de baas te helpen te verliezen. Laat de luchtdruk zakken, dan moet hij wel kalm aandoen. Wat zal de baas blij met ons zijn? Oh nee, de baas is in gevaar. Oh, voer de druk weer op voordat het te laat is. Het is een vogel. Het is een vliegtuig. Nee, het is de mosselman. De winnaar. Nou, de beste heeft gewonnen. Gefeliciteerd, meneer Snauw. Ik hoop dat u gelukkig wordt. Oh, ik zal je nooit, nooit vergeten, Cyril. Hm?
Madame. Ik begrijp het niet. Lieve Cyril, vergeef me. Maar toen ik begreep dat Munt me al die jaren beminde, voelde ik opeens mijn liefde voor hem. Ik hoop dat je dit begrijpt. Tuurlijk. Ik begrijp het best allemaal. Ik wil alleen het beste voor jullie. Veel geluk, allebei. Hey, Munt. Hou je van rozen. Pap, wacht even. Het spijt me, jongen. Ik heb mijn best gedaan. Ik wilde dat je iemand zou hebben. Iemand die een moeder zou kunnen zijn. Het spijt me. Voor mij? Het spijt me voor jou. Ik dacht dat je een vrouw wilde. Ik was blij voor jou, pap. Dus je bent niet treurig? Wel nee, pap. Ik bedoel, Lady Baden-Baden is aardig, maar niet als moeder. En bovendien, pap, er is toch geen betere moeder en vader dan jij? Goh, meen je dat? Tuurlijk, pap. We zijn een prima span bij tweeën. Tot de juiste dame langskomt. Cedric, zal ik je vertellen over je moeder? Heel graag, pap. Nou, ze barstte van het geld, jongen. Oh? Je kon met te lachen en met te verdienen. Hè? Maar pap, ze had toch van die vreselijk rijke ouders?